So, ladies and gentlemen, give it up for Mary Jo Lil. She's going to do a talk about cyberwerkplaats. Yes, thank you. Voor mij wel, ja. Welkom iedereen. Ik heb begrepen dat de meeste mensen hier al waren sinds gisteren. Dus ik hoop niet dat dit de zoveelste talk is. Mochten mensen in slaap vallen, ik heb een telefoon bij met camera. Daar maak ik in ieder geval zeker weten gebruik van dat ik het op Twitter gooi. Dus dan ben je vast gewaarschuwd. Ja, niet lullen, maar hacken. Cyberwerkplaats is gevestigd in Rotterdam. Ik zal zo meteen helemaal uitleggen wat het is. De reden waarom dit hier staat, niet lullen, maar hacken, is omdat wij vinden dat de cyberwerkplaats in zijn oorsprong en mentaliteit past bij Rotterdam. En de payoff van Rotterdam is niet lullen, maar poetsen. Maar dat hebben we verbasterd naar niet hacken. Niet lullen, maar hacken. Op de plaats, Astrid Oosenbrug, die zit hier ook vooraan. Anouk Vos, die is er niet. En ik, wij zijn met z'n drieën degene die op een warme zomerdag met iets te veel vodka dachten, dat moet anders. Om eerlijk te zijn, in 2015 heb ik 2 jaar lang rondgelopen bij onder andere Hack Security Delta. En daar was ik verantwoordelijk voor de Human Capital Agenda. Ze zeiden elke keer daarvan, ja, goh, wij kunnen niet aan mensen komen. Wij snappen niet waar talent blijft. Maar we hebben heel veel talent nodig. Daar raakte ik zo gefrustreerd van. Omdat mijn mailbox helemaal vol liep met jongeren die heel graag wilden leren hacken. Of gewoon allemaal gekkigheid wilden doen. In die tijd had ik al veel contact ook met Astrid Oosenbrug. Die zat in de Tweede Kamer, ICT in portefeuille. Die zorgde er al voor dat jongeren indien mogelijk vrijgesteld werden van onderwijs. En toen dachten wij, het is toch bijzonder dat je ergens ingehuurd wordt om ervoor te zorgen dat je talent zichtbaar maakt. En op het moment dat je zegt, ik weet waar het talent zit, zij dan tegen mij zeggen, jij snapt niet hoe het werkt. Wij gaan liever advertenties plaatsen bij Computable. Toen dacht ik, zelf weten, dan gaan we laten zien hoe het anders kan en hoe het anders moet. Een aantal van de mensen die onderdeel uitmaken van de cyberwerkplaats, die zijn hier ook vandaag aanwezig. Sommigen zal ik zo meteen vragen naar voren te komen. Omdat ik vind, ik kan wel vertellen hoe goed het is of hoe trots ik ben of hoe blij ik ben met alle successen die we boeken. Maar mijn moeder leerde mij ooit, jij moet het niet zelf vertellen, een ander moet het vertellen, want anders is het niet geloofwaardig. Het probleem, zoals ik al aangaf. Overal in de media lees je, er is te weinig cybertalent. Wij hadden op een gegeven moment heel veel mail en ook contact met jongeren die aangaven, goh, ik mis de aansluiting met bedrijven of op school. Als ik kijk naar de jongeren die nu op de cyberwerkplaats zitten, daar zitten er best wel wat die of van het mbo komen, of niet altijd alles dingen afronden. En ik heb daar zelf ook beeld bij, omdat een aantal van de mensen op de cyberwerkplaats, die hebben ook geen opleiding afgerond. Ik dan toevallig wel. Maar ik heb ook nooit zo goed gesnapt waarom ik per se moest leren wat de behoeftes waren conform Maslow. Terwijl ik gewoon liever met computers wilde spelen. Dat geldt voor heel veel jongeren ook op de cyberwerkplaats. Die vinden het allemaal helemaal gezegend op het mbo. Een van de dames die hier vandaag niet is, Danique. Die zit op het Grafisch Lyceum en die kreeg op een gegeven moment een opdracht om iets in elkaar te sleutelen. Die kreeg daar 2 dagen de tijd voor. En zij was binnen 2 uur klaar en zij had voor de rest van de dagen niks te doen. Omdat het Grafisch Lyceum zei, maar ja, dit is het curriculum en hier zul je het mee moeten doen 2 dagen. Nou, die zat dezelfde dag nog bij ons. Dus dat is het gebrek aan passend onderwijs. Ook in de afgelopen periode. Omdat wij ook heel hard overal roepen dat wij niet geloven in profielen. En wij vinden dat het onderwijs anders moet. Is dan de andere kant van het verhaal dat je overal mag komen praten. Dus bij een minister van onderwijs, bij een wethouder, bij een ROC Mondriaan tot en met ROC Zuidoost. En wat ons daar vooral opviel, en mij ook, is dat men maar blijft vasthouden aan profielen. Dus dan zegt men, ja, je moet weer in dat hokje van, je moet 3 jaar dit, je moet natuurkunde dat of wiskunde dat. Terwijl als ik kijk naar de beste mensen en de beste hackers, ook vrienden van mij, een aantal hebben niet eens onderwijsgenoten. En 1 voorbeeld daarvan, Oscar. Oscar K. Ik zal niet helemaal zijn naam hier te grabbel gooien. Daar had ik laatst een gesprek mee over een opdracht die wij in het geheim doen. En toen gingen wij kijken welke metalen met plastic zouden kunnen combineren. En hij schudde zo uit zijn mouw het hele metriek stelsel. En mijn eerste reactie, wat wel vaker is voor de mensen die mij kennen, was,
what the fuck? Ik dacht dat jij geen opleiding had. Maar die schudden alles uit de mouwen. Dus dat was voor ons ook een teken van ja, wat nou passend onderwijs. Geen profiel is hieraan te pas gekomen. Maar hij laat ons wel zien hoe het allemaal moet. Gezien alle opdrachtgevers en de ervaring die ik zelf heb opgedaan in Den Haag. Voor mij is het eigenlijk frustratie tot op het bot. Dat is misschien een beter woord. Omdat in de loop der tijd we alleen maar iedereen hebben moeten overtuigen van ja, wij geloven niet in profielen. Wat ik net al aangaf van zo'n Oscar die dan zo'n heel metriek stelsel uit zijn mouw schudt. Welk profiel giet je dat? Zodoende dacht ik, ja, weet je, als ik allemaal jongeren heb die mij bellen of benaderen of via LinkedIn berichten sturen. Er zitten hier van één in de zaal, ik zal hem zo introduceren. En werkgevers die zeggen, ik zoek iemand, maar kan ze niet vinden. Toen dacht ik, dan gaat het ergens iets mis. Toen zijn wij begonnen met het denken over een plek waar we deze jongeren een kans geven. In eerste instantie deed ik dat in mijn eentje. En dat was samenwerking met de gemeente Den Haag, dus ongeveer anderhalf jaar geleden. Omdat zij heel graag iets aan mijn frustratie wilden doen. En ook ervoor wilden zorgen dat zij als zogenaamde cyberstad van Europa toch de talenten voor zich gewonnen kregen. En ik ben daar voortvarend in eerste instantie aan de slag gegaan. Maar ik liep daar alweer tegen het Haagse geneuzel aan. Want binnen 5 maanden heb ik moeten oplezen een visiedocument, een plan van aanpak, inrichtingsvoorstel, marktonderzoek, vergelijkingsonderzoek. En toen dacht ik serieus, ik ben 5 maanden verder. Ik heb 5 notities geschreven en er is nog steeds niemand die iets aan het slopen is, aan het bouwen of inmiddels 21 eeuwse vaardigheden bezit. En ik kon in principe al typen voordat ik al dat soort opdrachten kreeg. En het was niet het idee om nog meer van dat soort beleidsdocumenten te tikken. Dus toen dacht ik, GFY, ik doe het zelf. En toen heb ik Anouk Vos, die op de eerste sheet stond, benaderd. Anouk Vos is partner van kantoor waar ik werk. Ik heb ooit met Anouk in 2012 Women in Cybersecurity Foundation opgericht. En de grap is dat Anouk en ik elk jaar 1 dag maar hebben in het jaar dat wij elkaar niet spreken. Of niet appen, niet sms'en, wat dan ook. En dat is eerste kerstdag. En in 2016, op eerste kerstdag, kreeg ik toch wel een keer een appje. En dat was de mededeling, we gaan het gewoon doen. Fuck de gemeente Den Haag, zeg maar wat je nodig hebt. En toen hebben we Astrid gebeld, vodka ingegooid. En toen zeiden, wanneer was jij van plan die kamer uit te gaan? Of had je nog ambitie om te blijven? Nou, zo is het gekomen. En cyberwerkplaats, dus eigenlijk een soort van, we gaan helemaal wars van alle profielen van gemeentes die ons weer in een profiel willen gieten. Of een ROC Mondriaan die zei, ja, wij kunnen alleen met jullie samenwerken als het dit blauw wordt of dat groen. En jullie precies doen wat wij zeggen. Ik hou er niet van als mensen dat tegen mij zeggen, dat ik moet doen wat ze zeggen. Dus toen dacht ik, dit is geen goed huwelijk. Tot ziens ermee. Dus wij dachten, vernieuwde aanpak. En we willen eigenlijk gewoon jongeren stimuleren het beste uit zichzelf te halen. We hebben 1 jongen bijvoorbeeld op de cyberwerkplaats. Ik zal zo verder inhoudelijk uitleggen hoe het er aan toe gaat. Die komt elke vrijdag. We zijn nu alleen op vrijdagen open, maar dat is een geldkwestie. Daar hebben we het straks over. Die vanuit Maastricht komt. En die gaat om 6 uur in de trein. En die kwam de eerste keer dat hij binnenkwam, dachten wij, we moeten niet te heel hard praten. Want wij waren wel bang dat hij of ging huilen, of zijn moeder ging bellen, of gewoon dat er hele rare dingen gingen gebeuren. Maar hij was gewoon overrompeld door alles wat hij zag en de uiteindelijk ontvangst die hij kreeg. Dat is iemand die is nu committed. Die is nog steeds aan ons gebonden. Die staat elke vrijdag vrolijk op en pakt de trein 2,5 uur naar Rotterdam. En dat is een voorbeeld van iemand die nu niet meer bang is, maar die lachend binnenkomt en zelfs... het is allemaal noemen de brutaliteit, maar ik hou ervan. Appje stuurt met goed weekend, ouwe. Nou, daar hou ik van. Ja. kleine introductie. De cyberwerkplaats hebben we opgericht in Rotterdam. Dat ik al aangaf, dat past bij onze mentaliteit niet lullen maar hacken. Wij wilden ook ver weg van Den Haag. Zoals ik net al aangaf, ik vind dat heel hoogambtelijk. En al die briefjes die ik daar moest tikken, daar werd ik echt helemaal onpasselijk van. Dus Rotterdam, het is een private, privaat initiatief. Het is een stichting zonder winstoogmerk. En voor de jongeren die komen is het college geldvrij. Ze hoeven geen toegangsgeld te betalen. Geen entreefee, gewoon komen, blij zijn en anderen helpen. We hebben ook geen docent in dienst. Af en toe dan, of elke week vragen wij iemand die wij zelf hoog hebben zitten en waarvan we ook weten dat jongeren daardoor geïnspireerd raken
om te komen en iets te vertellen. Achterin weggedoken zit links achter Brenno de Winter. Dat is er een van, die is recentelijk geweest. Victor Gevers komt bijvoorbeeld aanstaande vrijdag. Praten over al zijn responsible disclosures. We geven op dit moment geen geaccrediteerde diploma's uit. Het is eigenlijk vrijheid, blijheid. En wat zeg je? Ja. Precies, ja, daar hebben we de cyberwerkplaats niet voor nodig. Maar dat is wel een mooi moment, Brenno. Misschien kunnen we ook een soort van pilot gaan doen bij de cyberwerkplaats. Precies, diploma's voor jongeren. Is dat een deal? Mooi. Oh ja, geen blockchain, smart blockchain verboden ook. Wij hebben de uitdrukkelijke wens om op termijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week open te zijn. Ik heb geen idee wie daar 24 uur per dag gaat zitten. Maar de wensen, die hebben we. Ja, dat is de dag, weet je, dat we tegen jou zeiden. Dan komt de dag, dan gaan we vragen jou iets terug te doen voor ons. Nou, dat wordt de dag, denk ik. Ja. Het is... In augustus zijn we gestart met een eerste pilotweek, zoals we dat noemden. En dat had als payoff hek je gek en verdien een werkplek. We hebben in die week 9 jongeren in eerste instantie aan ons gebonden. En aan een aantal voornamelijk Rotterdamse bedrijven gevraagd. Is dit een initiatief wat jullie leuk vinden? Kun je daarin vinden? Zou je het fijn vinden om ons te willen steunen? We hebben een aantal bereid gevonden. Ik ga zo iemand ook die zo gek was om dat te doen naar voren roepen. Om daar zelf 1 minuutje iets over te vertellen. Als het goed is ben je niet hierdoor verrast, toch Jan-Martijn? Nee, nou, oké. En de grap is dat je hebt zo'n gezegde of niet een versje van de 9 negertjes. Ja, ik ben bruin, ik vind dat ik die grap kan maken. En normaal gesproken gaandeweg de week ga je van 9 terug naar 8 negertjes en het wordt het steeds minder. En de grap van deze week was dat we er met 9 begonnen. En eind van de week tikten we de 12 aan. Sawadi die hier voor me zit, dat was iemand, zoals wij dat thuis altijd noemen, een hardnekkig geval. Die stuurde mij een bericht terwijl we al begonnen waren. En die stuurde op een gegeven moment 3 berichten. Toen dacht ik, allemachisch, het is nu 11 uur 's avonds. Het waren echt drukke weken, drukke dagen. En toen stuurde ik een bericht van, het is Schiedamsfest 154, kun je gewoon morgen komen? Want ik wil eigenlijk gewoon heel graag gaan slapen nu. En hij zo, oké, tot morgen. En nou, daar was die woensdag. We hebben in die week alle jongeren aan toekomstige werkgevers gekoppeld. Die daar stage liepen. De week was verder ook opgebouwd met een specifieke structuur. Dus 's ochtends les, 's middags werkte men aan een challenge. En voor degene die stage wilde lopen, mochten ze stage lopen bij bedrijven. Wat erin geresulteerd heeft dat er ook stageplekken of bedrijven die stageplekken aanboden. Van een aantal jongeren bedacht, dat klinkt toch best wel goed. Of dat is toch wel een fijn ritueel van verloving, misschien moeten we gaan trouwen. Jan-Martijn is daar één van geweest. Misschien wil jij vertellen hoe jij de week hebt ervaren en wat de reden is waarom wij heel erg blij mochten zijn met jouw warme woorden, sponsorship en niet aflatende energie. Jan-Martijn Hoekhoff, Guardian 360. Nee. This is the second time I'm surprised by you. Again. Maar de vorige keer moest het in het Engels. Ik wacht nog op de summary eigenlijk die je nog zou doen. Ja, hij is weg, ja. Zag ik. Dus die doe ik met de borrel. Met de borrel. Is er een borrel? Bij deze. Ja, oké. Altijd een borrel. Ja, ik hoor iets over vodka. Een hele serieuze borrel. Ja. Een cyberborrel. Nee. Oké. Okay. Je vraag om eens te vertellen over die week. En wat het ons gebracht heeft. Ja. Ja, het heeft ons Sawadi gebracht. Dat die roepen zo naar voren. Ja, dat is onze bekende Nederlander aan het worden. En als directeur van Guardian 360 moet je zelf niet te trots zijn. Want die jongen die zit al bij RTL... nee, hoe heet het? Editie NL, BNR, Phoenix. Nou ja, die is overal al geweest. Jinek, 1 Vandaag, Jinek. NOS op NOS op 3, Langs de Lijn. Maar dat is volgende week pas. Staatsjournaal, ja. Nee, dat was super tof. We hebben wat geld bijgedragen. En Misha die heeft namens ons ook de Hack Challenge gebracht tijdens die week. Dat was echt tof. En Sawadi dacht, ja, die stages sla ik gewoon over. Ik kom solliciteren. En dat was wel gaaf. Want we dachten, nou, kom maar op dan. En inmiddels, inmiddels eigenlijk vrij snel draaide die helemaal mee in het team. Is regelmatig bij ons op kantoor.
Maar tussen school en cyberwerkplaatsen en al die mediaoptredens door werkt hij ook thuis nog voor ons. En het is gewoon super leuk om zo betrokken te zijn. En iemand die zo enthousiast is aan boord te hebben. En het maakt ons heel erg MVO en zo. Ja. En het is niet alleen bij Sawadi gebleven. Nee. Jullie hebben zo'n soort van half zitten knippen over. En nog iemand anders die hier in het publiek zit. Ja, Andrea. Die is bij Intermax heeft zijn plekje gevonden. Of eigenlijk bij NFIR. Ja, wat ook onder de Intermax vlag valt. Ik weet niet, heb je nog meer onze kant op gebracht? Of dat, De tweede week komt eraan. Dus, ja, precies. Dus dit is het moment, denk ik. Ja, ik weet niet of er nog Rotterdamse ondernemers hier zitten. Of mensen die werken voor bedrijven in de buurt van Rotterdam. Hé, maar we zijn ook niet vies van Utrecht, hè? Nee, Amsterdam precies. En Enschede. Sta je ervoor open om je bedrijf te verhuizen naar Rotterdam? Of, nee. Gewoon, of gewoon je geld aan mij te geven is in principe ook best een optie. Geld is wel een ding, hè? Ja. Dat blijft. Ja. Het blijft liefdewerk uit papier. Ja. Allemaal vrijwilligers. Ja, we hebben wel partijen zoals Jan Martijn, Guardian 360, bereid gevonden ons een kleine donatie te geven. Zodat wij in die week in ieder geval de jongeren die bij ons komen bijvoorbeeld kunnen voorzien van lunch. Verder de personen die daar omheen werken. Vooralsnog hebben wij daar heel veel eigen tijd, geld en energie in gestoken. En ik doe het met alle liefde van de wereld. Ik geloof ook echt niet dat ik ooit in mijn leven rijk geworden. Voor mij is dat ook geen optie of het doel. Ja, en we hebben nu recentelijk, omdat wij toch wel heel graag verder wilden en meer wilden en hopelijk nog meer jongeren aan jou willen koppelen, bekend kunnen maken dat wij een eerste grote donatie hebben gekregen. En dat is van de SCDN Fonds en hebben vorige week €75.000 van gekregen. Dat mag van geklapt worden, ja. Ja. Cool. Dat is een hoop geld. Ja, met als doel nog steeds niet naar mijn eigen rekening, maar dat wij een tweede dag open kunnen en hopelijk in ieder geval met de partijen zoals jullie nog lang mogen samenwerken. Wij doen mee. Leuk. Dankjewel. Dank voor je uitleg. Graag gedaan. Ook wat jongeren bij ons doen, als ze aan iets bouwen, wat je vaak bijvoorbeeld ziet met hackerspaces of plekken waar ze zeggen we gaan jongeren helpen om zichzelf te ontwikkelen of voor zichzelf te beginnen, dat intellectueel eigendom ook afgepakt wordt. Terwijl wij zeggen van ja, als jij bij ons bent en jij bedenkt iets of jij verzint iets, jij houdt gewoon het intellectueel eigendom. We gaan uiteindelijk niet onze naam eronder zetten of claimen dat wij het bedacht hebben om dan zo over de rug van kinderen alsnog heel veel geld te verdienen. Dus dat is iets wat wij niet doen. Doelgroep. Ja, wat ik net al aangaf, de jongeren die bijvoorbeeld geen aansluiting vinden in het onderwijs of die gewoon geen zin meer hebben of die 21e-eeuwse vaardigheden willen leren tussen de 15 en de 26, die zijn welkom. We hebben in Rotterdam ook een bondje met wijkagenten gesloten. En de wijkagent is in Rotterdam onze spreekwoordelijke ogen achter de voordeur. Omdat zij vaak ook bijvoorbeeld jongeren meemaken die ook verwaarloosd worden of niet meer naar school gaan, maar wel bijvoorbeeld de hele dag aan het gamen zijn. Ervaring leert dat die jongeren die eigenlijk heel veel gamen over specifieke vaardigheden beschikken die wij heel erg goed kunnen gebruiken. Voorbeeld is Minecraft, ik spreek het altijd verkeerd uit. Recentelijk iemand ontmoet die daar heel erg goed in was en die deed niets anders dan dat. En die had 1 jaar middelbaar onderwijs, maar die was daar zo goed in bedreven dat hij dermate goed inzicht had hoe die stappen moest gaan zetten. Dat wij dachten, ja, maar als je dat zelf zo goed kan, dan ben je waarschijnlijk ook wel een goed forensic expert. En die heeft kennis gemaakt met een van de bedrijven waarmee wij samenwerken. En ja, zoals het er nu naar uitziet, is dat ook een nieuw huwelijk dat geboren is. En dat is iemand die wij via een wijkagent aangeboden hebben gekregen. Dus gamers, schoolverlaters en digitale hangjongeren. Het is niet zo dat wij alles zelf bedenken. In Parijs heb je École 42. Mijn Frans is minder ontwikkeld. Daar hebben ze al een vergelijkbaar initiatief. Daar hebben ze wel echt honderden leerlingen die ze per jaar opleiden. Er wordt ook gesponsord van overheidswegen en er zit veel privaat geld in. En dat is, als je kijkt naar dit plaatje hier, een concept waarbij jongeren ook gewoon 24 uur per dag binnen kunnen komen. En dat is dan niet zozeer gekoppeld zoals wij dat doen aan een werkgever. Maar dat gaat meer richting diploma's. Dat wil niet zeggen dat wij ooit in de toekomst met diploma's gaan komen. Maar vanaf nu is het gewoon vrijheid, blijheid en gezelligheid. Omdat wij niet willen dat jongeren
het idee krijgen dat ze bij ons verplicht moeten komen. En vaak op het moment dat er diploma's geïntroduceerd worden of certificaten, merk je toch dat dan het animo wat gaat dalen. Dus vooralsnog houden we ons daar verre van. In augustus, wat ik net aangaf, is de eerste pilotweek geweest, 21 augustus. En wij dachten, we gaan gewoon kabbelend gaan we beginnen. We kijken of wat jongeren komen of bedrijven zich willen aansluiten. En om eerlijk te zijn, was het qua media een totale tsunami. Ik heb die week ook echt niks anders gedaan. Er is een foto van het begin dat ik ook echt dacht, zoals ik dat thuis had, dat ik helemaal wit ben. En ik zei, dit is how crack meets daylight eruit ziet. Ik ben verder niet aan de crack of de drugs hoor. Maar ik was alleen maar aan het werken. Met dit in ieder geval als resultaat. We hadden onder andere een dame in ons midden, Danique. En die had voor elkaar gekregen om de kluis die je hier ziet, die was nog gesloten om via social engineering de oorspronkelijke plaatsen van de kluis te achterhalen. Gunnebo in Gusseklo, whatever, ver weg. Normaal gesproken kost het €15.000 om zo'n kluis geopend te krijgen, professioneel. En zij was zo slim om haar allerliefste 15-jarige damesstemmetje op te zetten en deze mensen naar Rotterdam om niet te laten krijgen. Dat is geopend toen, de kluis. Was ook nog media aandacht voor. En uiteindelijk hebben wij in die week zoveel media aandacht gekregen dat wij daarna weer een heel groot aanwas hebben gekregen aan bedrijven en ook aan jongeren die de weg naar ons wilden vinden. In die pilotweek, zoals al zei, begonnen we met 9 jongeren en dat werden er uiteindelijk 12. Waarvan de meeste zijn blijven plakken bij degene waarbij ze stage liepen. Een aantal niet. Maar daar wil ik expliciet bij zetten dat dat dan echt de reden is van jongeren. Dat ze liever bijvoorbeeld nog op een plek zitten. Een jongen werkt bijvoorbeeld als beveiliger. En die wilde graag echt als beveiliger blijven werken. En één iemand wil liever gewoon helemaal zijn school afmaken. Kan allemaal. Maar in principe had iedereen tijdens de week aan een nieuwe werkgever kunnen komen. Een van de jongeren die tijdens de cyberwerkplaats mij dus 's avonds om 11 uur berichten stuurde, was Sawadi. Die wil ik graag even naar voren roepen. En ik zou graag willen, als je zou willen, dat jij vertelt aan iedereen die hier is, wat de reden is waarom jij voor ons gekozen hebt en nog steeds bij ons bent. Nou, laten we beginnen met jouw media optredens. Op een gegeven moment ik stond je ergens in de krant. En ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar van de een of op het andere moment hangt Jinek bij jou aan de lijn. BNR, Phoenix, is dat gek? Ja, dat was best wel gek. Het was volgens mij dinsdag. En toen ging ik eerst naar BNR voor de Internet Saver Days, omdat ik daar ambassadeur van ben. En ik was onderweg naar Amsterdam in de trein en toen opeens belde Editie NL dat ik daar ook langs kon komen in de middag. En toen hebben we gelijk een filmpje opgenomen en dat is uitgezonden om 6:15 bij Editie NL. En de volgende dag belde Phoenix gelijk, dus toen weer bij Phoenix. Een paar dagen later kreeg ik te horen dat ik samen met Misha, die daar zit, samen met hem en met Floriansen van Cybercrime bij Eva Jinek zou zitten, maar dat is helaas niet doorgegaan vanwege andere actuele Albe Zijlstra zaken. Ja, ja. Dus dat is helaas niet doorgegaan, maar we weten in de toekomst. En dat is een beetje gebeurd de laatste paar weken. Wat is het voornaamste wat jij geleerd hebt de afgelopen maanden? Het hoeft niet per se qua vaardigheden, dat kan alles zijn. Hoe je om moet gaan in de media. Dat is wel iets wat ik ook nog wel moet doorleren. Alles met cyber. Gewoon, cyber. Ja, het leuke van Sawadi was dat hij op dag 1 kwam die binnen en keek een beetje om zich heen. En volgens mij niet veel later zaten, ik weet niet hoeveel vrienden van je, dat je die appte, zoals Jonathan, Da Vinci. Da Vinci van, kom anders ook even buurten. Ja. En die komen nu ook met grote regelmaat buurten. En Jornik. Ja. Ja. Ook. Dus ik denk dat Sawadi, want ik weet hoe Sawadi een beetje is. Ik ken hem sinds augustus. Die is heel bescheiden. Sawadi is wel een van de jongeren waar wij als organisatie en runners van de stichting heel blij zijn dat hij de weg naar ons vindt. Niet alleen omdat het een hele prettige persoon is. Ik altijd onwijs om jou moet lachen. Maar hij ook voor jongeren een voorbeeld is en daardoor weer andere jongeren aantrekt. Kijk, ik ben 42, ik ben een oude vrouw. En ik zeg altijd van, het is leuk als mensen je als rolmodel zien. Ja, maar tegen de tijd
tijd dat mijn eerste grijze haar komt, dan wil ik wel graag dat anderen het stokje overnemen. Ja, en dat ik niet meer de hele tijd hoef te vertellen hoe leuk je bent. En dat gewoon heel Nederland weet dat je leuk bent. En dat iedereen naar de cyberwerkplaats komt. Dus ik ben heel blij met jou. En dankjewel dat jij ons elke week weer aan het lachen maakt. Dankjewel, dankjewel. En nu? Ja, en nu hebben we die 75.000 euro gekregen. Dus nu gaan wij ook op woensdag open in Rotterdam. We zitten in 42 Workspace in Rotterdam, Hoek, Witte de Wits, Schiedamse Vest. De kelder wordt daar verbouwd. Ja, je ziet hier hele mooie plaatjes van hoe het eruit komt te zien met 3D-printers en zo. Ja, zoveel geld hebben we ook niet gekregen. Maar als mocht iemand nog geld over hebben, hey, wij voelen ons echt helemaal nergens te goed voor. De verwachting is dat ongeveer per 1 april wordt opgeleverd. Met het extra geld gaan we dus een extra dag open, de woensdag. En we gaan investeren in bepaalde producten en projecten. Het gebeurt ook zo dat jongeren bij ons komen die wel heel graag 21 eeuwse vaardigheden willen leren, maar die gewoon echt geen geld hebben. Dus wij hebben een voorraadje dan refurbished PC's. Waarschijnlijk voor de mensen die veel achter zo'n ding zitten zeggen oude troep, maar ze zijn er allemaal heel blij mee. En die kunnen we om die reden dan ook uitlenen of weggeven. Inmiddels krijgen wij vanuit diverse gemeentes door heel Nederland de vraag van, joh, kunnen jullie ook een cyberwerkplaats in onze gemeente openen? Amsterdam heeft dat gevraagd, onder andere Den Haag, Ede, Wageningen, Leeuwarden, Drechtstede. Waarschijnlijk vergeet ik een paar. Ja, in principe kan alles. Maar wij werken nu met ziel en zaligheid en doen we allemaal in onze eigen tijd en allemaal in onze met ons eigen geld en onze eigen energie. Dus dat zouden we best wel willen in de toekomst. Alleen wij hebben nog niet een 3D-printer ontdekt die onszelf zou kunnen 3D-printen, zodat wij op al die locaties actief zouden kunnen zijn. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan vormgeven. Vooralsnog blijft het alleen cyberwerkplaats Rotterdam. Waarbij ik jullie ook bij deze van harte uit wil nodigen. Mocht je een keer zin hebben om te komen kijken, of je wil gewoon een keer een lesje geven, of je wil je geld kwijt. Je bent van harte welkom, harte uitgenodigd. Mocht je na afloop nog vragen hebben of denken, oh god, ik ben het eigenlijk helemaal vergeten, of ik wil je nog wat zeggen. Dit is het e-mailadres, thewholeshebang@cyberwerkplaats.nl. Of zoek me op LinkedIn, waar ik zeer actief ben en 24 uur per dag, zoals gezegd, jullie vragen kan beantwoorden. Dank jullie wel. Zijn er nog mensen met vragen voor Mary Jo? Eén moment. Prima. Oh ja, dat is een goed ding. Oké. Deze? Ja, oké. Nou ben ik zelf een ontzettende geek. En dan ken ik dat verhaal. Ik vind het hartstikke mooi en leuk. Maar ik zelf mis een stukje concrete informatie. En dan bedoel ik eigenlijk, wat doe je nou op zo'n ochtend? Wat leer je ze nou? Ja, je leert dingen, maar wat kun je voorbeelden geven? Ja, een van de dingen, dat is prima. Dat is dank een je. Goede vraag ook. Een van de dingen is responsible disclosure. We hebben in het begin van de eerste pilotweek hebben we iemand gehad van ICT-recht, Arnoud Engelfried. Die begon uit te leggen met, want er waren ook heel veel jongeren die net de randjes opzochten of die niet precies weten hoe het eraan wat wel en niet mag. Dus die vertelde heel sec, wanneer is iets uitlokken? Wanneer ga je over de scheef? Wanneer ben je strafbaar? Echt het verschil tussen wit, grijs, zwart gebied. Nou, dat was de basis. En op basis daarvan hebben wij bijvoorbeeld de jongeren meegenomen in het hele verhaal van responsible disclosure. Sawadi, die hier net stond, die had in het begin, dan zag hij een lek of iets, en dan had hij totaal nog geen idee hoe die dat lek moest melden. Dus dit zijn een van de dingen waarmee wij ze eigenlijk bij de hand nemen en uitleggen. En dat is dan iets heel kleins. Maar dat zorgt er wel voor dat je zeg maar het hele basisgedeelte, wat vrij basaal is als je net begint met dingen te ontdekken, dan wil je alles van de daken schreeuwen en alle gaten dichtpompen. Waarbij we ze wel bij de hand nemen. En bijvoorbeeld met het gevolg dat zij een lek hebben ontdekt bij Museon. En dat via de nette responsible disclosure regeling gedaan hebben. En wij nu weer met de hele cyberwerkplaats uitgenodigd zijn voor een dagje Museon. En daar verder te praten over hun beveiliging. Okay. Heb ik daarmee je vraag beantwoord? Is dat, of wil je meer voorbeelden? Het is in ieder geval een goed voorbeeld. Ja. Maar de eerste ochtend begin je met dus een stuk over responsible disclosure. Maar dan hebben ze dan dus al van zichzelf de skills om een gat te vinden.
Die leren we ook. En het is wat bij ons. We werken volgens het concept alles mag, niets moet. Ja. We werken ook aan hele specifieke opdrachten. En een van die dingen die men nader kan onderzoeken, dat is dus bijvoorbeeld het hele verhaal van responsible disclosure. Van hoe ga je die dingen vinden? Maar er zijn ook mensen die willen alleen maar bouwen. En die gaan bij wijze van spreken alleen maar bedenken hoe ze een robot kunnen programmeren. Dus het is ook afhankelijk van de keuze die de jongeren zelf maken, welke kant ze opgaan. En we zijn natuurlijk in augustus gestart. Pas één dag in de week, dus nu met het geld dat we hebben. We zijn bezig om een lespakket te ontwikkelen waarbij je echt gestructureerd de vraag ook die jij hebt kan beantwoorden. Dat je begint met de basis en dan zelf je bouwblokken kunt bedenken op basis waarvan jij je een weg in het 21ste eeuwse vaardigheden kunt banen. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Ja. Andere vragen? Ja, ik ken een beetje vergelijkbaar voorbeeld in Deventer. Daar is ook een partij die doet werken met jongeren, zeg maar. En die doet ook opdrachten voor bedrijven, specifieke kleine projectjes. Is dat ook iets wat jullie doen? Wat we zouden kunnen doen, ja. We hebben het nog niet gedaan, maar dat heeft mee te maken dat wij nu beperkt tijd hadden om dat te doen. Maar daar hebben we wel aanvragen voor. Ja. Dus dat is zeker iets wat wij in de toekomst gaan uitbouwen. Overigens willen wij ons in de toekomst ook op andere doelgroepen gaan richten. Omdat we ook veel aanvragen krijgen van 55-plussers. Ja. Het is eruit, ja. Dus kleine opdrachten heel graag. En het is ook met de sponsors die we hebben, die kunnen eigen kiezen. Je moet zien als een buskaart, die geven ons geld. En die kunnen aan de hand van hun buskaart bepalen, wil ik een stagiair of wil ik dat jullie mijn site gaan pentesten of andere soorten opdrachtjes. Dus kan. Ja. Okay. Ja. Dus eigenlijk is het meer dan een sponsorship, het is ook bijna een soort partnership. Ja, dat ik zo hoor. En hoe groot, wat is de instap, zeg maar, voor bedrijven die daarin interesse in zouden hebben? €0. Kijk, als jij je committeert aan ons, dan committeren wij ons aan jou. We hebben nu bijvoorbeeld een persoon gesproken en die heeft één programmeertaal. Ik weet niet. Ik zal het even in de groep gooien. Die is de bedenker van Citrine. En dat is in het Engels. En die wil graag Citrine in het Nederlands vertaald hebben. En dan in Nederlands een podium krijgen. Maar die is niet bij macht om heel veel geld er tegenaan te gooien. Maar het is wel een taal dat heel interessant is om te leren. Waarbij wij nu aan het kijken zijn. Ja, hoe kunnen wij dan wel zorgen dat wij jou hierin helpen? En kijken of wij dit aan jongeren geleerd krijgen. En om te zien of het goed bevalt. Als mensen geen geld hebben, maar wel zich aan ons willen committeren. Weet je, elke vorm is denkbaar. We hebben nu een verzoek gekregen van WinMac Pro. En die zeiden, ja, we willen eigenlijk gewoon elke week een botte jongen portretteren. Of een maand. Of een project waar jullie mee bezig zijn. Ja, en dat is dan een barter deal, heet dat dan officieel. Maar dat zijn allemaal dingen die gewoon mogelijk zijn. Want zoals gezegd, weet je, wij leven bij de gratie van de hartelijkheid van mensen. En dat zit er niet. Dat kan je niet altijd in geld uitdrukken. Dus daarom zeg ik ook heel bewust nul. Ja, als je €0 hebt. Die pakketten vandaar. De sky is the limit. Dus als je zegt, ik heb nog een miljoen, als je ook goed. Oh, dat kan ook. Ja, hoor. Maak even wat ruimte op de bank. Ja, kan allemaal. Ja. Maar even foto bij de vis. Jij gaat mij mailen. Wij gaan iets doen. Jij gaat iets doen met de cyberwerkplaat. Mes op de keel. Ik ben niet eindverantwoordelijk, maar ik vind het een heel fantastisch project. Dus. Ik ook. Ja. Ja. Dan geef ik je zo mijn kaartje en dan geef je die aan jouw eindverantwoordelijke en dan. Dank je. Top. Ja. Iemand anders nog? Nog andere vragen? Als er geen vragen zijn, als er geen verdere vragen zijn, wil ik in ieder geval Mary Jo heel erg bedanken dat ze hier was. Ik ben super trots dat er ook jongeren van de cyberwerkplaats zijn meegekomen. En ik wil afsluiten met het feit dat Sawadi vanmiddag naar mij toe kwam en een mogelijke vulnerability op mijn site heeft gevonden. Ik zeg mogelijk, omdat ik zelf niet eens het kan, op waarde kan beoordelen. Ik denk dat het gewoon zo is. Dus je ziet ook dat de leeftijd, hè, als jij jezelf een oude vrouw noemt met 42, wat ben ik dan wel niet met 44? En dan ook nog kalend. Hè? Dus als jij mij dat kan vertellen, dat vind ik echt super cool. En dat betekent alleen maar dat er een hele grote toekomst is voor de cyberwerkplaats. En ik weet dat de meeste van jullie allemaal in IT werken. En jullie hebben allemaal oude pc's over op werk. Dus ga eens naar je leidinggevende. Ga naar je baas. Ga naar je manager, hoe je het wil noemen.
en vragen of die gewoon die spullen aan Cyberwerkplaats wil doneren. Ik denk dat dat heel goed terecht komt. Nou, echt enorm bedankt. Graag gedaan. En, ja, heel veel plezier tijdens Hacker Hotel. Yes. En ja, ik loop hier rond nog 2 dagen tot morgen. Dus als er nog vragen zijn voor iemand wil me geld geven, ik ben gewoon aanwezig. Dank jullie wel. Oké. Okay. En Zawadi, ik wil je uitnodigen om volgend jaar een talk te komen doen. Ja. Hebben we gisteren over gesproken, over je ervaringen, over een jaar bezig zijn in het veld bij Guardian 360. Je ervaringen te delen, neem mensen mee, whatever. Je bent van harte welkom en ik wens jullie een heel gaaf weekend hier.